Ja, ik heb al uw zoenozen beluisterd, voorzitter. Voorzitter, ten eerste zou ik graag nog het memo willen hebben uit voetnoot 53 van het eerste OVV-rapport. Dat gaat over waarschuwing in februari. Tweede, voorzitter, een motie. De Kamer besluit de inspectie erfgoed en overheidsinformatieadvies te vragen over de verplichting audio- en videoopnames te bewaren onder de archiefwet wanneer er daarna niet letterlijke verslagen van gemaakt worden. En gaat over tot orde van de dag. En voorzitter, de Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat zowel de conceptverslagen als de verslagen van de OMT-vergaderingen bewaard worden in hotspot archief COVID-19. Dat staat in Kamerstuk 25295-1963. Constaterende dat de regering weigert om deze verslagen naar de Kamer te sturen en zich beroept op het belang van de staat op de uitzonderingsgrond aan artikel 68 van de grondwet. Constateren dat het conceptadvies van de vergadering van 14 april 2020 is aangepast op het punt van preventief gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Mede op verzoek van het ministerie van VWS. En dat de wijziging niet ter goedkeuring is voorgelegd aan de leden van het OMT. Verzoekt de regering te bewerkstelligen dat de directeur van het RIVM een open brief schrijft waarin hij heel precies aangeeft of de wijzigingen gedragen worden door het conceptverslag en het verslag van de vergadering van 14 april 2020, zo mogelijk na raadpleging van de personen die deelgenomen hebben aan de vergadering van 14 april. En verzoekt de regering deze brief binnen een maand aan de Kamer te doen toekomen en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Voorzitter, die laatste is gewoon... Is er nou gesproken over, we mogen niet weten wie wat besproken heeft, maar de OMT-leden hebben het advies, het eindadvies niet mogen zien. En dat stond in de antwoorden op de Kamervragen. En als de OMT-leden dat eindadvies niet mogen controleren, dan wil ik weten of het eindadvies gedragen wordt door de conceptnotulen en notulen. En de enige manier te doen is dat te vragen aan de directeur van het RIVM. Mocht de minister een andere manier hebben of een andere manier om te laten controleren, dan ben ik daar ook open voor. Maar op deze manier is zowel... Het vertrouwelijke karakter gegarandeerd van die verslagen, als dat wij kunnen controleren of het advies ook werkelijk een onafhankelijk advies geweest is. De Kamer hoort de beraadslaging, constateert dat de OVV constateert dat het karakter van corona in de beginperiode door het OMT verkeerd werd ingeschat. Het virus zou zijn zoals SARS, niet zo heel besmettelijk, maar wel heel ziekmakend. Dat begin maart 2020 door het breed testen van de medewerkers van het Amphia ziekenhuis het tegendeel bleek. Corona was juist heel besmettelijk en veel mensen hadden juist lichte klachten. Dat dit inzicht niet zorgde voor een verandering in de OMT-adviezen. Dat de OVV constateert dat het OMT schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen meenam in de OMT-adviezen zonder daar open over te zijn. Dat het OMT bleef adviseren dat in geval van vluchtig contact of 1,5 meter afstand houden het gebruik van PBM niet nodig was ter voorkoming van besmetting met corona. Dat dit in de beginperiode tot onnodig veel besmettingen en ziekte heeft geleid. En dat veel mensen, vooral zorgmedewerkers, nog altijd kampen met long-covid en post-covid. Verzoekt de regering conform artikel 68 van de grondwet Kamerleden de gelegenheid te geven de OMT-tapes te beluisteren, zodat zij hun controlerende taak kunnen uitvoeren en kunnen nalopen hoe bovenstaande heeft kunnen gebeuren en gaat ook tot orde van de dag. Dank u wel. Een vraag van de heer Heijink. Ja, wat ik lastig aan vind aan deze motie is, is dit nou niet bij uitstek iets wat eerst de parlementaire enquêtecommissie moet gaan doen? Want ik vind ergens ook wel dat zowel wetenschappers, maar ook ambtenaren bijvoorbeeld, in vrijheid met elkaar moeten kunnen discussiëren zonder dat Tweede Kamerleden dagelijks kunnen meeluisteren met wat zij doen. Dat is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de minister. En we hebben nu een parlementaire enquête lopen die dit soort opnames wat mij betreft wel zou moeten gaan beluisteren, zodat ze vervolgens kunnen concluderen wat daar gezegd is. Is dat niet logischer om dat eerst te doen? Nee, volgens mij heb ik als individueel Kamerlid in zaken artikel 68 van de grondwet mijn eigen controlerende taak. En ik wil in de gelegenheid worden gesteld die controlerende taak, zoals ik dat tot enkel Kamerlid heb, uit te kunnen voeren. Vooral ook omdat ik helemaal niet weet wat die parlementaire enquêtecommissie gaat doen. Ja. Die is nog niet eens ingesteld. Er is alleen nog maar een werkgroep die dat wil gaan voorbereiden. Dus ik weet ook nog niet wat de bedoeling daarvan gaat worden. Of ze het überhaupt wel gaan doen. Helder. Het is iets wat ik na wil lopen, voorzitter. Gaan we luisteren naar de heer Van Haga van de groep Van Haga. Doe maar, voorzitter. De Kamer hoort de beraadslaging. Verzoekt de regering voortaan alle geluidsopnames van overleggen die worden gevoerd in het kader van crisisbestrijding te bewaren en vrij te geven als de Tweede Kamer daarom vraagt, wat over tot orde van de dag. De Kamer hoort de beraadslaging, verzoekt de regering om de bewaarde OMT-tapes in ieder geval door de Tweede Kamer vertrouwelijk te laten beluisteren, om de leden in staat te stellen zich zo volledig mogelijk te informeren ten einde het coronabeleid adequaat te evalueren, gaat over tot de orde van de dag.
De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegende dat het kabinet zich, zoals bij vele informatieverzoeken met betrekking tot de coronacrisis, ook in dit geval beroept op de verschoningsgrond Belang van de Staat, als rechtvaardiging voor het geheimhouden van de OMT-tapes, constaterende dat het kabinet wederom geen sluitende juridische onderbouwing geeft voor het inzetten van deze verschoningsgrond voor artikel 68 van de Grondwet, constaterende dat het ministerie van VWS de wettelijke termijn voor het door BVNL ingediende WO-verzoek voor het vrijgeven van de beschikbare OMT-tapes opnames ruimschoots heeft overschreden, vervolgens zonder juridische onderbouwing weigert aan het WO-verzoek tegemoet te komen en BVNL daarom inmiddels bij de rechter in bezwaar en beroep heeft moeten gaan, verzoekt de regering om direct met een concrete juridische onderbouwing te komen die het niet vrijgeven van de beschikbare OMT-opnames rechtvaardigt en als die er niet is, de opnames alsnog per omgaande vrij te geven. Gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel, voorzitter. Ja, goed, dank u wel. Dan mevrouw Van der Plas van de fractie van... Ja, dank u wel. Ik heb één motie. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat openbaarheid van bestuur het vertrouwen van burgers in de overheid vergroot. Overwegende dat de beschikbaarheid van audiobestanden bijdraagt aan vertrouwen en ook bij kan dragen aan de controlerende taak van de Kamer, verzoekt de regering om de communicatie van het Outbreak Management Team, het OMT, onder dezelfde archiefregels te laten vallen als communicatie van de ministers en gaat over tot de orde van de dag. Alsjeblieft.